We zijn hier een ondergrondse fietsenstalling aan het maken voor 2000 fietsparkeerplekken. De reden waarom we dit doen is omdat er ontzettend veel mensen hier met hun fiets komen. En we die het liefst onder de grond willen, zodat mensen hier kunnen lopen. Als je die stad autovrij wil maken, dan moet je zorgen dat er plek is om je fiets weg te zetten. Ja, dat is wel heel handig. Ja, ja, heel handig. Want als je je fiets even ergens neerzet, dan krijg je meteen een stickertje. Of zij wordt weggehaald. Dus daar zitten we wel op te wachten. Ik zette mijn fiets altijd gewoon op het Leidseplein neer. Dus voor mij maakt het niet zo heel veel verschil, maar ja, misschien kan het prettig zijn. De bouw schiet al lekker op. We hebben ondertussen ongeveer 400 funderingspalen in de grond geboord. Ook hebben we al een stukje dak gelegd. En de laatste paal gaat ergens in de zomer de grond in. Oh ja, en de hagedissen die komen ook terug. Er staat daar een kilverbak met een laserontvanger. En daar maken we de baan mee vlak, dat egaliseren we dan. En daarna gaan we met de vacuüm de betonplaten leggen. De fietsers worden over een iets andere route geleid over het kleine Garbenplantsoen. Die gaan over een stukje dak van de toekomstige fietsenstalling. Er zijn geen gevolgen voor de overige verkeersgebruikers. De fietsenstalling gaat open begin 2021. Begin volgend jaar krijgt een deel van het kleine Garbenplantsoen al een stukje nieuwe inrichting met natuursteen, groen en banken. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer. Doei doei.